your information. Bent u ervan op de hoogte dat de brug over de Suriname rivier, de zogenoemde Bosjebrug, op 19 mei 2000 door president Jules Albert Weidenbos voor geopend werd verklaard? Dit historisch moment zal menigeen in Suriname bijblijven. Bent u ervan op de hoogte dat het voornemen voor de bouw van de brug over de Suriname rivier, als ook die over de Kopername rivier, voortgekomen is uit het regeerprogramma van de NDP in 1996? Deze droom werd werkelijkheid na de vele loze beloften van onder meer de oude politieke partijen om bruggen te bouwen. Bruggen die na het heien van palen nooit kwamen. Bent u ervan op de hoogte dat volgens de oude politiek voor een symbolische som van 1 gulden ons land kon beschikken over een brug uit Nederland? Deze brug staat bekend als de brug over de Bergse Maas. DNA-voorzitter Jagannath Lajsman had dit geregeld met de provincie Noord-Brabant. De brug was bedoeld als oost-westverbinding over de Kopername rivier. Vanwege de slechte voorbereiding zijn deze plannen in het water gevallen. Information.